letterlijk het ding waarin je toetreedt tot de katholieke kerk. En in die katholieke kerk maak je je ook de waarden eigen die deel zijn van die katholieke gemeenschap. Je wordt lid van die specifieke gemeenschap die hoort tot je familie. Je treedt toe tot je familie Baselmans, maar je treedt ook toe tot die katholieke kerk. En dat zijn dus twee verschillende erfgoedgemeenschappen die samenkomen in dat doopkleed. Generaties lang werd er niet getwijfeld aan de continuïteit van die kerkelijke gemeenschap en ook niet aan zo'n groep van een familiegroep. Maar in de loop van de 20e eeuw is daar natuurlijk zoveel gebeurd dat beide groepen natuurlijk onder druk staan. En dan zie je dus dat op een gegeven moment het moment komt dat er opnieuw betekenis aan zo'n doopkleed moet worden gegeven. Wat je ziet is dat het natuurlijk uiteindelijk wel ook over geld gaat. Je moet ook investeringen leveren om dat erfgoed in stand te houden. Nou is dat natuurlijk met een doopkleed niet zo'n groot probleem, maar het zou bijvoorbeeld op een gegeven moment zo kunnen zijn dat je het doopkleed, als het voor de vierde of de vijfde generatie wordt gebruikt, dat het weer eens een keer gerestaureerd moet worden. Dat is hier natuurlijk geen grote issue, maar dat is natuurlijk met veel andere erfgoed wel een grote issue. Die groep, dat is dus altijd ook verwant met goederen. Ik hoorde net veel verhalen, maar die verhalen kun je eigenlijk nooit vertellen zonder dat er ook sprake is van een materialisering van het verhaal. Zonder dat er ook sprake is van een materiële component. Want je moet het verhaal ook kunnen vertellen aan de hand van het object. Ik kan me niet voorstellen dat je het verhaal over de stolpen kunt vertellen zonder een stolp. Het gaat in al die voorbeelden ook over verhalen. En dat hebben we ook heel goed gezien. En het gaat over rituelen. En het doopkleed is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Want dat is gewoon het doopritueel. Maar eigenlijk is er bij al het erfgoed sprake van een ritueel. Je zult zich afvragen, ja, maar bijvoorbeeld erfgoed in een museum, dat is ook erfgoed. Dan zult u zeggen van ja, maar is daar sprake van een ritueel? Ja, zelfs daar is sprake van een ritueel. Want ik denk dat het bezoek wat wij brengen aan musea ook een vorm van ritueel is. Denk maar eens aan het feit dat je daar stil moet zijn. Nou, dat zijn van die ongeschreven regels die er eigenlijk op wijzen dat je in een hele andere wereld terechtkomt op het moment dat je naar een museum gaat. Dus ook dat is een ritueel. En wat ik nou het grappige vind van vandaag, en dat is ook het initiatief natuurlijk van het bestuur, dat het bestuur zegt van ja, als wij opnieuw vorm willen geven aan de groep van mensen die stolpen belangrijk vinden, dan moeten we niet alleen een vereniging in stand houden, en dan moeten we niet alleen die stolpen in stand houden, maar dan moeten we ook die mensen bij elkaar brengen als een gemeenschap die stolpen belangrijk vindt, en dan moeten we ook iets vieren. En feesten zijn natuurlijk bij uitstek het voorbeeld van een ritueel. En ik denk dat, ik wens jullie ook toe dat het niet bij dit ene feest blijft, maar dat ik over 30 of 40 jaar hier weer opnieuw mag aansluiten bij een heerlijke maaltijd in goed gezelschap. En wat dat betreft sluit ik dan toch weer af bij waar ik begonnen ben. Hè. Erfgoed gaat niet over bakstenen en het gaat niet over geld, maar het gaat vooral over waarde en waarden. En dat is een heel lastig begrip, maar uiteindelijk komt het uit het einde van de dag komt het erop neer. Wat vinden we als groep belangrijk in termen van hoe we met elkaar omgaan? En dat zie je in die doopjurk, in een katholieke context. Dat zie je hier bij de stolp, nu met dit feest en met dit ritueel. En op de manier waarop we hier ontvangen worden. Het gaat hier ook over gastvrijheid. Daar wil ik het bij laten. Ook een heel ritueel. Dankjewel. Ritueel. Een ritueel. Ja, een heel, heel herkenbaar ritueel. Ja. Dankjewel. En dan gaan we naar een ander ritueel. En dat ritueel gaat over het wortel en de chocola. Het gaat dus over taart. Taart.
Want bij een tevreden? Verjaardag, ja. Het bestaan van de bedrijfsstichting, hoort natuurlijk taart. Ja. En dit keer chocola en wortel. Nou, de chocolade is niet van het erg, maar de wortel. Oh, prima. Dat zullen we beneden straks lekker met z'n allen gaan eten. En vooral ook verhalen vertellen aan elkaar. Maar nog even een paar huishoudelijke Tot 6 uur. Want, tot 6 uur al zo. Jullie zullen waarschijnlijk ook even een sanitaire stop kunnen doen. Ja. Hierboven is eettoilet achter deze deur.